Goedemorgen, mijn rode rakker. Was je aan het spelen? Hé? Was jij aan het spelen? Mag wel spelen hoor. Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Ja, oh, ik heb nog geen oorbellen om aan erin. Ja, je raakt me. Je maakt me van de wijs. Ja? Hé, Marlootje? Ja. Nou, goedemorgen, lieve vrienden, nogmaals. Nou ja, ik ben al enige tijd eruit, want de glazenwasser is al geweest. Nou heb ik er eentje buiten rondlopen. Die is met de vlaggenmars bezig. Maar ja, die mag ik niet filmen. Dus hou ik me lekker op mezelf gericht. Ja, dat is meneer Hans. Die is een wonenplus. En die meneer is dus zo nu en dan is even met de klusjes bezig. Buitenshuis, wat mijn mannetje ook deed. Ja, zoals de vlaggenmast. Die zou dus vorig jaar voor april afwezen. Maar helaas kon dat niet doorgaan. Omdat mijn man er toen niet meer was. Nou ja, en dan moet je maar erachter zien te komen. Wie jou daarbij kan helpen. Is er dus een instantie, dat heet Wonen Plus. En als je daarbij, als je daar lid van bent en je betaalt zoveel per jaar of per maand, weet ik veel, dan kan je daar dus die bellen, die mensen, en vertellen waar jij hulp bij nodig hebt. Dan zoeken hun een mannetje of een vrouwtje die dat kunnen en die komen dan helpen. En dat is top. Hé, hey, jij nou? Ja, je bent een lieve man. Hé, hey, je bent lief, ja. Och, is je toch. Hé? Hey? Mijn vrouwtje gaat ook weer door, hé. Hey. Vrouwtje moet aan het werk, schat. Ja, vrouwtje moet eerst eens even iets lezen. Om te zien hoe je het doen moet. Ja, ga maar even af. Is het klaar? Ja, ik wil mijn koopplaat even schoonmaken. Die moet nog even schoon. Eventjes dat lezen. Want dat zijn van die kleine rotlettertjes. Dus ja, daar heb ik een hoop licht nodig. Dus dan ga ik voor het licht zitten met mijn neus er zo wat erop. En dan lees ik het even. En dan zullen we zien wat er het resultaat van is. Want nou is de koopplaat, vind ik zelf, nogal smerig. Ja, jullie kennen iedereen spiegelen. Maar echt, er ligt troep op. En hij is vet en smerig. Ja, het is verf en schoon. Dus dat gaan we even aanpakken. En hier zit de groenten in. Met de Chinese kruiden, zoals jullie zien. Nou, dat moet ik weer opwarmen. En dan de aardappelpuree erin. Hè? Jullie weten we het, wat we vanavond eten. Zeilijke nog niet. Haha. Ja, dus. Nou ja, een vleesje bakken. Dus dat komt allemaal nog wel goed. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En dat ga ik ook proberen. En ja, natuurlijk heb ik verdriet. Hè, dat zou ik niet best zijn als ik dat niet meer had nu ineens. Dat gaat een beetje te snel, hè. Maar ik zal weer even de boelen hier ook opruimen, want ik had even de gedichten aan een ander laten lezen. En die moet ik weer even op zijn plekje terugzetten. En even koffie maken, want ik heb dorst. Ik heb maar één bakje koffie eigenlijk op. Ja. Dat terwijl ik al een hele tijd eruit ben, hè. Dus ja, ik ga koffie maken en ik zeg, ik spreek jullie later. Daar kan je echt dus wel iets gaan spiegelen, hè. Ja, hij is schoon. Hij blinkt. Er zit geen plekje meer op. Zover ik het met mijn blote oog kan zien. Dus jullie zeggen het maar. Het is goed spul. Ja, goed hè? Ben u blij mee? Ja. Al zeg ik het zelf. En dat met
met meester Muzzel. Ja, en voor staal, zoals voor de gootsteen, daar heb ik weer ander spul voor, ja. Van wie dat is, weet ik niet eens. Dan gaan we eens even koekeloren waar ik die bus ook alweer heb staan, daar. Aan de andere kant. Dat is dit. Ja, dat is dus voor je roestestaal. Ook, ze zeggen, kijk een roestestaal, wazenkap, aanrecht, grootsteen. Als het roestestaal is. Dus ja, dat ga ik zo meteen ook even doen. Dus ook weer gedaan en het is weer schoon. Ja, koud hè, man. Ja, zeg maar, dag. Alles wat. Ja, en mijn hondje die is nog steeds met zijn bal bezig. Er zit nog één brokje in en die wilde maar niet uitkomen. Dus dat is wel lol. Maar ik ben blij, lieve vrienden. Ja, ik ben tenminste blij wat heet. Maar ja, toch ben ik ook een beetje blij. En nou, last van de zon. En ik hoop niet dat jullie dat hebben. En ik hoop dat jullie dat zien, anders moet ik weer naar buiten, want het is zo koud. Ik zal hem eventjes een beetje inzoomen, zo. Het gaat om de vlaggenmars. Kijk, de bok die zien jullie staan. Die stond er al van vorig jaar, eind vorig jaar erin. Dat is dus door Wonen Plus gedaan. Maar die man die is dus weer geweest en voilà, daar zit de vlaggenmars in. Ja, mijn oranje bol. Daar had eigenlijk een weerstation op moeten staan. Maar ja, wat heb ik aan een weerstation als het allemaal Engels is? Dat kan ik niet. Maar dat had mijn mannetje gewild. Maar ja, hij kan wel zoveel willen. Ik heb ook wel eens een wil. Simpel. Enkel, waar is dat koord om een vlag op te hangen? In de schuur hangt een zakje. Moet jij er weer uit, man? Hangt een zakje met van het koord, allemaal kluwertjes van dat koord. Maar die man van Wonen Plus, die zegt mij dat het te dun is. Dat er moet dikker en wat steviger. Ja, ik weet het niet, ik heb er geen verstand van. Dus ja, we zullen het beleven. Ik zal er eens dat zakje meenemen en dan naar de winkel ermee. Ik weet waar ik wezen moet. Maar dan moet eerst het weer beter zijn. Ja, dus. Maar dat komt goed. Ik ga niet met die kou eruit. Mijn te koud. Ja, blijf lekker binnen. Ik hoef er niet uit. Nee. Dus ja, ik ben in ieder geval met dat gedeelte blij. Ik ga aan de koffie en ik ga, nou ja, nog eventjes, dan komt mijn sushi weer. En dan hopen we dat we er een klein beetje een gezellige boel van kunnen maken. Kijk, en mijn gootsteen is ook bling, 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 bling. Ja, die glimt je tegemoet. Ja, alles netjes. Dus, ja, ik ben er blij mee. Alles lekker schoon. Nou, wil het niet? Oh, zit er niks meer in? Ik hoor niks. Je zal even rammelen. Ja, er zit nog wel in. Hoor je wel? Wil die er niet uit? Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Ja, ga rollen dan. Ga rollen dan. Ga rollen dan. Nou, zo rolt hij niet hoor. Zo blijft hij stil liggen. Ja. Oh ja. Nou, doe dan. Doe dan. Malhondje. Ja, leuk. Nou ja, ik. Ja, dan moet je toch wel weer lachen, hè? Of je nou verdriet hebt of niet. Lachen en verdriet. Oh, malle hond. Dat doet hij anders nooit, hè? Hij blaft niet zoveel.
Oh, dat gaat weer onder de stoel. Ai. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nog een tusje. Ik spreek jullie later vandaag. Doei, doei. Nou, kijk eens wie daar al bij het oud papier ligt. Ik zie er ineens wel eens. Ik denk, nou, dat moet ik even op de vlog hebben. Ik vind dat... Ik dacht al, waar is ze? Ligt ze op het oud papier, malle meid. Hé? Hé? Hey. Leg je bij het oude papier? Ja, maar jij hoeft niet weg hoor. Hé. Hey. Nee. Mal meisje. Ja, doet het. Gastje. Ja, ik had dus een blouse gekocht. Het was niet bij de Big Bazaar, maar het was bij de Deka. Ja, voor 4,99. Die leuke blauwe spijkerbloes. XL. Had ik ongeveer wel moeten passen. Maar nop en jendo. Nee, de ene kant kwam daar en de andere kant kwam daar. Ik kan nooit geen XL zijn. Verkeerde labeltje in. Dus ja, maar in ieder geval, ik ga hem straks vanmiddag ruilen. En ben ik heel warm maken hier. Nou, voor de helft heb ik het al gedaan, want ik heb een thermolegging aan en een lange broek. En nog een panty eronder, ja. Ik heb altijd een panty aan. Want het is 0 graden en het voelt aan als min 9. Ja, dus... heel erg koud dus, ja. En vooral hier, het waait ook nog eens een keer. Knap hard, ja. Dus dat voelt het nog kouder aan, vind ik tenminste. Maar in ieder geval, dat staat dus op de planning om dat even te doen vanmiddag. Maar ik zal mijn eigen heel goed aankleden. In plaats dat ik mijn sjaal om mijn schouders heen doe, doe ik hem ook om mijn hoofd heen. En dan zo van achteren vastknopen als het allemaal lukken wil. Desnoods, ik heb hier ook nog een capuchon. Ja, nou, al zou ik er nog zo gek eruit zien, boeit me niet. Als ik het maar warm heb, ja. Want ik kan niet tegen de kou vanwege mijn gewrichten. Dus ja, de mensen die gewrichtspijn hebben, die klachten hebben, reuma-aandoeningen hebben, artrose, wat voor formaat dan ook, tenminste waar dan ook zit, of het nou in je bloed zit, of in je botten, maakt allemaal niet uit. Je hebt verschillende soorten reuma. En die moeten zich gewoon wel warm aankleden en dan kun je beter voor gek. Lopen, rijden, zitten. Dan dat je ziek thuis komt en vergaat van de pijn. Dat wil je niet. Nee. Dus lieve vrienden. Het is vandaag dus zaterdag. Het is, hoeveel is het? De 11e van de 8e. Ja, ik raak in de war. Dat is mijn klok. 11:18. Ja. Ik ga op mijn horloge kijken. Daar staat wel op. Het is dus 24 februari, ik had het in mijn hoofd kunnen weten. Want ja, vandaag is het begonnen een jaar geleden. Hè? Ja, toen moest ik 's middags ook weg. Toen had ik zelf migraine. En toen vroeg mijn mannetje lief. Schatje, wil je wel even van mijn hoestdrankje meenemen met slijmoplossend middel? Jawel, doe ik wel. Ja, als je het zelf niet kan doen, dan doe ik het wel zelf hoor, zegt hij nog. Nee, ik zeg, komt goed. Dus ik heb dat meegenomen voor hem, maar dat heeft niet mogen baten. Nee. Want 's nachts op een gegeven moment ging hij achteruit en de volgende ochtend om 6:00 was hij in Alkmaar overleden. Waar ik bij was. Doet pijn. Veel verdriet. Ja. Zo, halleluja. Deur is dicht, maar ik zag mijn ruit in de deur even bewegen door de wind. Kan je nagaan hoe hard het waait. Het ging even helemaal heen en weer. Ik denk halleluja. Zo dan. Maar in ieder geval, waar waren we? Dat, ja, vandaag is de rotdag, morgen is de rotdag.
Omdat ik ook s'avonds een jaar geleden eerst kreeg te horen dat een vriendin van mij ook was opgenomen in het ziekenhuis met longembolieën. En toen is haar dochter nog bij ons geweest. En die heeft de rest verteld. En die heeft... die heeft met mij afgesproken om de volgende dag, dus zaterdagmiddag, mij van beneden bij het ziekenhuis op te halen om naar haar moeder toe te gaan. Nou, daar ben ik nooit geweest. Nee. Ik moest zelf opgehaald worden. Uit een ziekenhuis gedaan, maar dan uit Alkmaar. Ja. Niet leuk. Maar in ieder geval, het zonnetje schijnt wel, lieve vrienden. Dus daar kun je wel van genieten. Van de zon. Maar oh, alsjeblieft, kleed je goed aan als je naar buiten moet. Doe ik ook. En al zeg ik net zelf, loop je voor gek, maakt niet uit. Kleed je goed aan. En geniet verder van deze zaterdag. Ja, het is 24 februari, wat ik net ook al zei. En de tijd is, even zien, 11 uur 21 nu. Dus ja, ik heb nog een bakje koffie staan. Ook altijd lekker. Ja, en kijk nou. Ons prinsesje. Hé, ons prinsesje nou. Ja, moet je niet praten nou. Nee? En daar onze rode rakken. En daar onze grote. Hé, onze grote kerel. En dan zit daar ons andere meisje, hè? Ja. Dus ja, dat. Die is het ook allemaal te koud, behalve die grote. Die wil wel naar buiten, want die heeft wat geroken. En dat vindt hij maar wat lekker. Ja, loops vrouwtje heeft hij geroken. Maar ja, snap je dat nou? Dat er mensen zijn die hun honden tegen mijn achteruitgang op laten piezen. Vind ik vies, vind ik stinken. Zelfs de poep van de honden leggen voor mij poort. Wat bezielen die mensen? Om dat te laten doen. En nee, het zijn geen loslopende honden. Ze lopen aangeleid, want even later, hè, dan zie je ze daar dus lopen. Nou, ja, en ik ben niet zo snel. Ik kan ze niet even staande houden en naspreken, nee. Anders zeggen ze toch van, nee hoor, hebben we niet gedaan. Nee, omdat je dat daar geen oog op hebt. Nee, want het is dicht. Maar het is wel mijn enige uitgang die ik heb om met mijn booster weg te kunnen. Kijk, moeilijk, door het halletje heen bij de trap en de wc, dan de voordeur. Nou, dan hebben we nog een opstapje buiten en een lantaarnpaal. Dat lukt hem dus niet, hè? Nee, ik heb maar één uitgang voor mezelf. En dat is daar. En de voordeur is altijd op slot. Er zit geen deurbel. Ja, er zit wel een deurbel, maar je kan bellen wat je wilt, maar die doet het niet. Dus, achter wel, maar als ik thuis ben, ben ik thuis en hoef je niet aan te bellen. En dat weet iedereen. Dat zien ze vanzelf. Ja. Ben ik weg, zien ze dat ook. Nou ja, hoef ze ook niet aan te bellen, maar dan is alles lekker op slot. En ik heb de hond wel hoor. Ja. Als die je kent, laat hij je toe. Maar kent hij je niet? Berg je dan maar. En, ja, alarm hè? Ja, ik heb gelukkig alarm. Daar heb mijn mannetje nog voor gezorgd. Dus. En die doet het nog steeds. Ja, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga ook mijn dingetjes doen aan deze kant. En ik vlog vandaag nog wel een keer. Wie weet, neem ik jullie mee? Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst eventjes bij mijn positieve zijn. Maar als ik jullie meeneem, wordt dat een nieuwe vlog. Ja. Dus tot later. Hoe lief, hoe aandoenlijk. Met z'n drietjes bij elkaar op de bank. Heerlijk. Zo'n fijn gezicht. Enkel de rooi ontbreekt. En waar die is, dat weet ik helaas niet. Nee.
Of die naar buiten is of boven is, ik zou het niet weten. Ik vind dit zo'n mooi gezicht. Laat ik jullie niet ontnemen. Hij is op de bank. Ja. Hé, dus je bent blij. Ja, dan glij je uit. Glij je uit. Hé, hier hebben we er nog eentje. Ja, meisje. Hé. Ja, lieve vrienden. Oh, daar hebben we er ook nog een. Die moet even ruiken. Hé, ja. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik zat in een al te gekke houding op de scootmobiel. Ja, want ik heb wat gekocht en dat was heel goedkoop. En dan ging dat oude ding boven in de douche eindelijk weggooien. Want deze gaat naar de douche. Ja, heel goedkoop. Ik denk, die is van mij. Ben ik blij mee. Ik had jullie dus niet mee. Nee. Want ja, ik ben het momenteel even zat. Ik had helemaal niks mee. Nee. Ik ben ook niet echt lang weg geweest. Ik heb die blouse teruggebracht naar de winkel. Ik heb geld voor teruggekregen. En was duurder dan het eigenlijk behoorde te zijn, want op de verpakking stond 4,95. Dat is dus zeg maar 5 euro. Ja, en de rest. Ik had 12 euro betaald. Wist ik, kom ik pas later dus achter, hè? Want je doet meerdere boodschappen. Dus ja, dan kom je er pas thuis achter van, hé, klopt iets niet. Ja, dat was die blouse dus. Maar ik heb dat geld teruggekregen, dus ja. Ik heb even een paar andere boodschapjes gedaan, zoals even panties halen. Ja, wij vrouwen moeten panties hebben. En ontvetter heb ik gehaald. Dat wil ik jullie ook even laten zien. Ik vind hem mooi. Ja, maar wie ben ik? Wie ben ik? Draai ik jullie even om. Ik vind het mooi, hè? Al die engeltjes. Ik vind het zo mooi. Nou, dan begint het hier weer opnieuw. Ik vind het zo gaaf. Ja, ik vind dat heel mooi. Nou, dat gaat dus vanavond mooi aan. Ja. Dus, maar ja, vanavond ken ik eigenlijk nu ook wel. Maar aangezien dat ik ook om mezelf moet denken met mijn COPD, kan ik niet continu kaarsen hebben branden, hè? Nee. Had ik nou buiten gestaan, oké, dan is het anders. Maar dat waait hier al weg. Als ik hem buiten neer op de picknicktafel zet met iets voor mijn mannetje erbij, dan waait het weg hier ook. Van de zomer zou dat mogelijk zijn, maar nu niet. Ja, en het was een buitenmannetje, dus van de zomer zal ik op de picknicktafel toch iets proberen te maken. Dat probeer ik. Of het lukt is vraag 2. Maar dat komt wel goed. Ik ga nou een bakje koffie maken. En dan die dat krasje uit die doos zien te krijgen. Nee, dat kan ik beter boven doen, geloof ik, hè. Want nou kan ik de trap gebruiken als glijbaan. Tenminste, omhoog duwen, want hij is maar heel licht. Het is een licht doosje. Je kan hem met één arm optillen. Dus kun je nagaan. En dus, maar het komt goed. Zeker weten. Hij moet eerst naar boven toe. Dan uitpakken. En dan kun je dat oude kring daar weg. En dus, ben er blij mee. Ja, doeg. Ja, hoe leuk. Ga niet spelen. En houdt hij in één op. Oh, hou je op. Je was zo leuk bezig, kereltje. Ja, je was zo leuk bezig. Nice job, didn't I?
mean, probably look a lot nicer if you got that gambling ordinance to go through. It'll go through. I want that page of the councilman signed and the tape of the conversation. Ga we spelen. Oh, gaat hij zich wassen? Ga dan spelen, man. Ja, doe maar. Ja, goed zo. Ik vind het leuk. Ja. Ja, lieve vrienden, het is alweer avond, hè. Ja, het loopt tegen 7. Het is zo'n beetje 7:15, zoiets. Nee, later. Het is 18:50, ja. Dat ik ga... Mijn stamppotje wat ik gisteren over had, en er is genoeg over, omdat ik nog wel een keer ervan kan eten, ga ik lekker opwarmen. De Chinese stamppot, weten jullie wel. Nou, ga ik lekker opwarmen. Rookworstje dit keer erbij, die ik in de zuurpan doe, dus die ga ik ook opwarmen. En dan is het smullen weer. Ja, ja. Mijn hondje die heeft ook eten gehad, maar die staakt alweer. Daar ligt hij. En zijn eten, nou ja, hij houdt meer dan genoeg over. Ja, jammer, maar het is niet anders. En dan wil die rode rakker alweer naar buiten. Nou, die bekijkt het maar even. Want het is koud. Oh, het is zo koud. Dat is erg, ja. Maar ja, wat doen we daaraan, hè? Ik weet het niet. Ik weet niet wat mijn mobiel legt. Oh, daar. Dan kan we eens eventjes zien hoeveel graden we het hebben. Maar dan moet ik eventjes weer allerlei dingen doen. Dus ja, dat moet ik wel even zo. En dan dat weghalen. En jij, het is, het valt nog mee. Het is 1 graad en het voelt aan als -4, dus dat valt nog mee. Ja, vanochtend was het kouder. Toen was het -1 en het voelde aan als -9, ja. Wou jij ook nog? Wou je ook nog? Kom dan. Nee? Nou, dan doe ik de deur weer dicht, want dat is al te koud. Tja. Ja, en ik zit naar de E-team te kijken. Ja. Dat is ook weer iets wat anders. En straks na de E-team krijg je Airwolf. Ja, dat is ook heel erg leuk. En dat is jaren geleden dat ik dat heb gezien. Dus dat ga ik ook kijken. Ja, en ik zit heel erg veel aan vorig jaar te denken. Vorig jaar was mijn man dus al bezig te sterven, wat we niet in de gaten hielden. Hij zat toen aan die eethoek die we toen hadden, daar zat hij aan. Ik zat voor mijn pc, ik was gewoon mijn ding aan het doen, terwijl ik migraine had. En ja, we hebben nog visite gekregen, s'avonds. We zaten nog s'avonds naar de Voice of Kids te kijken, want het was vorig jaar op een vrijdag, de 24e. Dus ja, morgen is 10 jaar weg en dat doet me zoveel verdriet, zoveel pijn. Ja, en daar ben ik al die tijd maar mee bezig. Ik had hem zo graag nog bij me willen houden, hè? Ja, maar dat gaat nu helemaal niet. Nee, ja, nee, mag je niet aankomen, schat. Leg ik op me beter. Ja, mijn prinsesje. Maar oké, lieve vrienden, ik ga sluiten. Dan kan ik vanavond, oftewel straks, met deze vlog aan de gang. En dan zullen we het beleven. Ja. Dat, ik zie wel wat ik allemaal doe. Ik, ja, ik denk dat ik wel alles achter elkaar aanplak of zo. Want ik heb jullie niet meegenomen. Anders had ik jullie die vlog, die andere vlog, had ik dan... nieuwe vlog van gemaakt, maar hoeft nou niet. Nee, ik plak dit allemaal achter elkaar aan, klaar. Ja hoor, jullie weten wat er aan de hand is, dus een beetje door de war zijn, dat hoort er allemaal bij. Dus ik zou zeggen, een
gezellige, liefdevolle avond toegewenst. Voor later welterusten, een lekker slapen, mooie dromen. En een hele mooie, fijne, liefdevolle en een gezegende zondag gewenst. Ze zeggen, Felix van mij en de beestenboel. Doeg, doeg. Ja, en dit is dan mijn Chinese stampot. En ik zelf vind het overheerlijk, maar dat vond mijn zusje gisteren ook. En ik had, ja, toen hadden we ander vlees erbij, maar ik had dan halve rookworst leggen. Dus hopla, weer wat lekkers. En het is echt overheerlijk. Dus dankjewel Frans Bauer. Ja, ja, jij maakt er reclame voor, hè. Ik lekker niet. Ja, nee. Jij wordt ervoor betaald, ik niet. .nl. Ja. En ze zijn hiernaast een feestje aan het bouwen. Dat komt boven mijn televisie uit. Maar ja, ik weet niet, jullie zullen het wel niet horen. Maar ik heb nou ook even mijn televisie geluid zachter gezet. Tenminste uitgedaan, vanwege dat ik dit even wou laten zien. Maar ik zie, lekker. Koffie. En nou dit keer een wit wijntje, want mijn rode wijn die had ik gisteren opgemaakt. En dan zal ik nog even zometeen kaartjes aan doen. Zowel voor mijn lievertjes Daro. Ja, mijn mannetje en mijn schoonmoedertje. En dan ga ik maar eten. In mijn uppie. Ja. En daar zit er eentje. Die wil eigenlijk ook wel. Hé? Die wacht tot er wat op de grond valt. Nou, en daarop is meneer Jodokus. Die zijn eten laat staan. Of word je soms gepest door weet ik van wie. Nee ja, gewoon eten. Is lekker. Nou ja, die rode rakker is natuurlijk naar buiten. En waar mijn prinsesje is, weet ik niet. Nee. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar lieve mensen, lieve vrienden, ik ga jullie weer verlaten. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Hé, ja nou? Ja. Jij ook? Nee? Jij niet? Nou dan niet. Jij niet eten willen? Nee? Nee? Niet eten willen? Nou, dan niet hoor. Dus ja, lieve vrienden, tot later.